Wat te doen bij een potbreuk? In de woonkamer net even achter dat vloerkleed blijven hangen en in een poging om jezelf op te vangen je pols of onderarm breken? Of een ongelukkige tackle op het voetbalveld met als gevolg een gebroken enkel? Bij een gebroken bot is het belangrijk om zorgvuldig te handelen. En hoe je dat moet doen, leg ik je in deze video helemaal uit. Wist je dat je meer dan 200 botten hebt? Het zijn de hardste delen van het lichaam en zijn erg belangrijk, want ze geven stevigheid en beschermen belangrijke organen. Een botbreken kan gebeuren tijdens een val, maar ook door overbelasting, zoals bij een gewichtheffer. En ook ouderdom kan een factor zijn waardoor een bot sneller breekt. En ja, een botbreken doet vaak pijn. Dat komt omdat het bot is gehuld in botvlies, waar veel zenuwen zitten die deze pijn waarnemen. De ene breuk is de andere niet, maar hulp is altijd nodig. En dit is hoe je ermee omgaat. Stap 1. Controleer als eerste of je de symptomen van een botbreuk kunt herkennen. Vaak is er sprake van flinke pijn, mogelijk een verkleuring en een zwelling. Het slachtoffer kan het gewonde lichaamsdeel niet goed bewegen of erop steunen, of het is juist bewegelijker dan normaal. Soms is het direct zichtbaar, bijvoorbeeld door een verkeerde stand bij een voet of hand. Hoor je een krakend geluid tijdens het bewegen of is er een duidelijke wond te zien? Tip: verwijder zo snel mogelijk eventuele sieraden, zodat deze niet klem komen te zitten in het geval van een zwelling. Stap 2. Bel 112 bij een breuk aan het been, de heup of bekken. Vaak merkt het slachtoffer dat wel, doordat hij er niet op kan staan. Ook als de pijn erg heftig is of als er zelfs sprake is van een open botbreuk, is het belangrijk om 112 te bellen. Bij breuken aan bijvoorbeeld de hand, arm, schouder of voet kun je prima eerst de huisarts bellen. Heeft in zo'n geval het slachtoffer toch echt flink pijn? Twijfel dan niet en bel 112. Stap 3. Voorkom dat het slachtoffer onnodig moet bewegen. Hem extra verplaatsen kan schade opleveren. Dus laat hem op zijn plek liggen en wacht totdat de hulpdiensten gearriveerd zijn. Tot die tijd kun je bijvoorbeeld een breuk aan het been ondersteunen met een jas of een deken. En ga je bijvoorbeeld met een gebroken arm naar de huisarts? Direct een mitella aanleggen is niet nodig. Laat het slachtoffer dan zelf zijn arm ondersteunen met zijn andere arm. En zorg ervoor dat hij zich zo min mogelijk beweegt. Dus, denk jij dat er sprake is van een gebroken bot? In deze 3 stappen kun jij eerst de hulp verlenen. Kijk als eerste of je de symptomen van een botbreuk kunt herkennen. Neem contact op met de huisarts en indien nodig bel 112. En als laatste is het belangrijk om het slachtoffer niet onnodig te laten bewegen en eventuele sieraden te verwijderen. Goed voorbereid zijn op kleine en grote ongevallen? Met de gratis EHBO-app heb je altijd de juiste kennis op zak.